Peter verzamelt auto's. Nico verzamelt eenden en vissen. En waar die auto's nog wat opleveren, kosten die beesten alleen maar geld. De vissen drijven dood in de vijver. En die ondankbare klote eenden ontsnappen steeds. Kijk, ik zie maar twee eendjes. Hier liggen een dode vis. Nou, kunnen wij beter druk om maken als om die eenden. Ja, maar die eenden zijn ook weg. Nicole is ontroostbaar. Die eenden moeten haar niet. En nu belt ze haar moeder Henny voor hulp. Ja, dit gebeurt echt. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey. Nou, ik ben weer drie eenden kwijt. Er zitten er maar twee. Oh nee, dat meende niet. Ja. Dat meende niet. Zijn ze nou weer pleiters? Ja. Drie zijn er niet. Nee. Volgens mij ken ik iemand die... Iemand die kan praten met een hond, kan contact maken met een beest. Misschien is het een goed slim plan om die eens een keer langs te sturen... dat je een keer met die eentjes kan praten. Wat denkt u daarvan? Nou, ja. Ik weet niet wat ik daarvoor moet denken. Nou ja, als jij het regelt en verzorgt, dan zal ik ze binnenlaten. Dat is prima. En hoe werkt dat dan? Heb je al vaker met eenden gepraat? Of, Met eenden nog niet. Wel met papegaaien, ratjes, nou, honden, katten, paarden natuurlijk. Dus dit wordt mijn eerste keer. Oké. Nou, dan ben ik benieuwd. Ik ook. En dat meisje leek dan wel zo normaal. Maar zij communiceert dus met dieren. Astraal of zo. Zal wel rete duur zijn. Dit klinkt heel stom, maar contact met een vis is gewoon gemakkelijker als met een eendje. Oh mijn god. Kijk wat die vissen doen. Kijk wat die vis doet. What the fuck, jongen. Dat is echt bizar. Ja, maar ja, die vissen zijn ook dieren. Die zitten er ook bij. Ik denk dat ik haar wel ergens voel, maar ze is meer haar mannetje aan het beschermen. Dat plekje voelt zoveel beter aan, zoveel rustiger. En hier is het alweer druk. Ja, het duurt wel lang zo. Dat mag ook wel over die prijs. De energie is gewoon eigenlijk heel erg happy. Ze hebben de ruimte, ze hebben genoeg bekijks. Ze kunnen zich ook wel verstoppen. Ik denk echt dat het veel meer in het water waarde te maken heeft als iets anders. Of dat er op de grond misschien te veel rotzooi ligt, om het zo maar even te noemen. Energie is gewoon goed. Wat een opluchting. De energie is goed. Nu maar hopen dat de vrouw des huizes een beetje tevreden is met dit goede nieuws. Nou. Ik heb aardig wat bevindingen. Het vrouwtjes eendje kwam sowieso al aardig door, maar eigenlijk kwamen de vissen nog tussendoor. Ja, ja, die gaan allemaal dood. Maar dan moet de vijver leeg en zo, dus daar zijn we wel mee bezig. Ik ga me eerst maar eens eventjes focussen op het eendje. Blijkbaar vinden ze het aardig luidruchtig. Dus ik weet niet of je iets met de fontein kan doen. Bijvoorbeeld 's avonds misschien uitzetten. 's Avonds gaat hij uit. Ja, maar dat zou iets kunnen zijn voor de vissen qua water. Nee. Het melmerk is iets van grond. Dus misschien richting natuurlijke vijvers gaan kijken, bijvoorbeeld om daar iets meer mee te gaan doen. Dit is Stephanie. Stephanie is een dierenmedium. Dierenmedium? Ja. Schatje, kun je me vrouw even afrekenen? Nee, natuurlijk niet. Nee? Nee. Hoeveel is het dan? Het is €60 een consult. Oh, ben al twee dagen hier dan? Nee. Kom eens nog terug die weg zijn. Dat denk ik helaas niet. Degenen die weg zijn, die hebben echt een eigen plekje gevonden. Die zijn, die leven nog wel. De meesten leven daarvan nog wel. Ik ga naar binnen. Dankjewel, hè. Doei. Hoi. Hier moet een medium komen hier. Ja? Voor de eendjes? Wat een onzin. Houd er op. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.